Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Minecraft. Ja, ik ben Sebastian en ik ga vandaag een nieuwe Minecraft map spelen. Hij heet Periculum, het bestaat uit drie delen, tenminste er zijn drie maps. En ik begin natuurlijk gewoon met Periculum 1, want ik ga ze alle drie spelen. Dus ik hoop dat jullie ze leuk gaan vinden en dan ga ik nu even beginnen met de intro, want die kreeg ik in de RAR file. Even kijken hoor. Ja, dan staat mijn game even op pauze. The weakness swirling within your mind helps as you rise from your bed, only to find yourself surrounded by walls foreign to your memory. Your bed has multiple tubes lurking underneath it, as if it were some form of a life support system. You notice a button to your side and press it, blind to any consequences that could occur. Okay, dus we zijn hier ergens wakker geworden, voor zover die weet, en er zit hier een button, en volgens de storyline moeten we daarop klikken, maar ik ga eerst even... Rotten flesh, subject boot, subject pant, subject shirt. Trek gewoon aan. Hallo. En dan klik maar op de button, hè. Good morning, test subject 9999. You have been asleep for... Please enter the testing area appointed to you by commander... Your game mode has been updated. Oh ja? Oh, ik ben nou adventure. Cool. Oké. Wat is dit? Huh? Alert. Creepers released. Oep. Creepers released in sector 34. Sector 34 clear. Rank to sector 1. Test grounds number 127 en 287. Please use the device with the button device number 6. Wat? Interaction device, science missiles. Wat stond er nou? Please use the device with the button device number 6. Oké, dus het zal die zijn dan. Testing grounds 2, under quarantine. I do not suggest going there. Try the other door. Personal only. Sure about the inconvenience. Please go to sector 4 to resume testing. Sector 4, main room. Sealed due to infected. Wrong way, I suppose you can't read. Ja, probeer gewoon alles. Is it? Just an error. Stop playing with my secretary, I can... Do a stop if you need it. System restarted. Okay. So you can understand directions. Yep, I can. Click for instruction. Sorry about that, these old tapes fade after some time. Just relax and have both buttons activated simultaneously to continue. Good job. I hope you enjoy the next 500.65 more tests we will enjoy together before break. Hoe kom je daar doorheen? Good job, I hope you... Oh, okay. I'm reviewing your test. As the test said, you try hard enough. I would like to become useless to me. Can I? Okay. Poisonous potato. Ah, like... Not steak. Eat up. No, you know. Please be careful. Reviving your life must corpse just die. Yeah. Jump puzzle. You're very slow, like a fattened cow. I will let you rest from your exhaustion soon. Mr. Spray Queen. This chamber director, you're gonna get a name. Until healing, alright?
Welcome to the break room, honey's. I decided to send you here early for your good work. Jesus Christ. Waarom zit er hier deur? Een dispenser. Fresh food. Die zorgen ze. Enjoy. Also, that your performance was unsatisfactory. Sure, but the machine is cloaked. I will send Jeff to fix it someday. Also, please ignore the gaping hole in the wall and continue to the resting area. Oh yeah? What the hell? To the resting area now. My sensors will detect you every movement. This then you will return. So, we need a boat again. Oh, kan ik hier heen? Is dit? Don't hide in our abandoned labs. I hope you enjoy leaking acid and random explosions. Please, you will be safe. Safety is not promised beyond this door. And what's this? Wacht, ik ga even terug, want... Exit. Nou, mooie exit. Ik denk dat ik even terug moet gaan. We laten alles zoals het was, want dit klopt niet helemaal. Huh? Oh, dat heeft hij vet gedaan. Wat heeft hij er gedaan? Dat wil ik weten. Dat wil ik echt weten. Sorry hoor, dat ik dit hack, maar dat wil ik echt weten. Wow. Cool. Aha. Ik wist niet dat het command bestond, joh. Je moet nul. Zo. Gaan we weer terug. Hello, redstone, repeat that. We moesten naar die chambers hier, hè? Oh, crap. Resist and your usefulness has expired. Enjoy the eternal break. Huh? Oh, dan ben ik hier. Oké. Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik het goed gedaan heb. Daar kunnen we dus niet in. Test chambers B. Ik moet even naar de bathroom en chamber. Offices. Prst, Ive. Leave me alone, leave me alone. They didn't listen to me. Can't breathe here. This family sword. Lekker veel, wat een flash. I told them not to use her. What? Wat heb ik aan rotte flash? Bleh. Nou ja, dat is een dooi. Volgende. Is dit? Zit het toilet voorstellen? Lol. Head engineer Elmac. What's this? No, Justin ordered us to move. Or else? Wow. Die is wel ziek nice. Die doet alles hetzelfde toch als dit? Ja. Neem het gewoon mee. Waarom ook niet, als deze ooit kapot gaat. Ik heb nou een nice sword. Nice bow. Nog. Goed zwaardje. Een breaking 3 fires per 2. Yeah. Deze. Zo heb ik ook niks. Even kijken, we gaan weer terug hierheen. Dan hebben we de bathrooms en de chambers gehad. En dan gaan we door naar de test chambers 1. Oh wacht, zonder Skype mij. Klaar.
Maar ik denk dat ik dat maar voor de volgende keer bewaar. Dan zeg ik bedankt voor het kijken van deze episode van. Wat is het nou ook alweer? Oh ja, Periculum. Bedankt voor het kijken van deze Periculum. Ik vind het nu al wel een leuke map. Het is echt een leuke storyline. Leuk gedaan. Dus ik hoop jullie weer te zien bij de volgende. Wacht, ik kan er niet eens in. Nou, wordt het volgende keer gewoon alleen deze. Jongens, ik zeg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie zie bij de volgende video. En dan hoop ik jullie te zien. Natuurlijk.